Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee in de drukke kerstweek. We zitten nog net voor de Sinterklaas. Dus vanaf volgende week gaat het helemaal los. Maar we zijn al echt druk bezig. En ik heb net echt een te leuke DIY video opgenomen. Dus die wil ik even aan jullie laten zien. Want ik heb er extra veel ingekocht. Dus ik hoop als jullie deze vlog kijken dat die er nog is. Maar ze gaan gewoon elke keer razendsnel. Maar hij is echt fantastisch leuk. En helemaal voor de grootte. En het pakket is hier ook nog eens super leuk geprijsd. Dus ik laat hem even zien. Dit is hem. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Kijk dan. Hij is ook mooi groot en heel natuurlijk. Dus dat past in ieder interieur. Dat ging niet bijna. Hij past in ieder interieur. Dus dat is natuurlijk gewoon super leuk. Want je kan hem aanpassen naar je eigen kleur van je kerstboom. En dat soort dingen. Goed, ik ga lekker aan het werk vandaag. Ik ga kerststukken maken. Ik ga boeketten maken. Ik ga bloemstukjes maken. Dus kijk gezellig mee. Goedemorgen, het is ondertussen de volgende dag. Gisteren hebben we het echt gewoon heel druk gehad met pakketten inpakken. En ik vind het een beetje saai om dat elke keer aan jullie te laten zien, want dat doen we toch wel heel veel op een dag. Maar ik heb ook weer hele mooie bloemen binnengekregen. Dus de stelling staat echt weer heel mooi vol. Het staat hier zelfs om het hoekje, nog achter. Dus mooi veel bloemen. Ik ga even een boeket erbij mengen en ja, weer lekker aan de slag. Hoi, het is ondertussen maandag, normaal een vrije dag. Maar zoals je achter me ziet, ben ik druk aan het pakken, want is mijn zaal besteld. Echt super leuk, de kerstster is heel veel besteld. Dankjewel jullie voor. Ik word heel erg blij van dat jullie zo enthousiast zijn over ja, leuke bloemstukken die ik dan maak en filmstiek maak. Dus echt super tof. Daardoor wel extra veel werk, maar goed, dat nemen we voor lief, dat hoort erbij. En dat doe ik ook echt met alle plezier. Dus ik ga ze even met liefde voor jullie allemaal inpakken. Ondertussen heb ik ook nog weer nieuwe ondergronden bijbesteld. De ster heb ik alles besteld dat er was. Dus de groothandel was blij met mij, maar ik ook met hen. En ik heb ook iets heel anders leuks besteld. Dat komt ook binnenkort online. Ook weer industrieel. Een industrieel hertje. Dus echt heel erg leuk. Ik heb zin in dat hij binnenkomt. Hij komt woensdag binnen en dan ga ik tegelijk een DIY video mee opnemen. Want er sprong gelijk weer een idee in mijn hoofd. Dus heel leuk. Ik ga gauw pakken en ik neem jullie gewoon weer mee. Zoals je ziet is het pikdonker buiten. Het is echt wel avond en laat. Er zijn heel veel pakketten vandaag op de post gegaan. Maar ik ga nu nog wel even verder met pakken. Want het is gewoon echt te veel. En anders ja, komt het niet goed. En dat heb ik nog helemaal niet verteld. Maar deze week heb ik ook een grote bestelling met meer dan 200 kerststukjes. Dus echt een lekker drukke week. Maar ik heb er wel zin in hoor. Dus
ik ben hier zo snel van slag. Dus ik ga gauw verder nog met pakken en kerststukjes maken. Ik heb ook al een aantal bestellingen voor deze week staan. Dus ook grafstukjes en dat soort dingen voor kerst. Dus dat is ook leuk om te zien. Zo, de bestellingen die morgen weggaan, die staan klaar. Er moeten alleen nog verse bloemen aan toegevoegd worden. Maar die komen morgen allemaal binnen. Dus dan wordt het mooi vers toegevoegd. Ik ga nu nog eventjes de bloemen in de stelling zetten. Dan is dat morgen vroeg ook alvast klaar. En nog eventjes wat boeketjes maken. En dan is het morgen weer een dag. Want er blijft hier altijd werk, dus je kan altijd wel doorgaan tot de late uurtjes. Maar ik ga gauw dit nog even afmaken, want dan begin ik morgen weer lekker in een volle, nette winkel. En dan niet alles van het half, dat het half klaar is. Dus dat vind ik altijd wel eventjes prettig. Goedemorgen. Ik heb de boel al buiten staan. Dat heb ik vanmorgen al gedaan voordat ik de kinderen aan school bracht. Dus ik begin echt wel lekker vandaag. Ook gisteravond nog genoeg klaargemaakt. De bloemen staan er mooi in. Ik krijg straks nog een mooie vracht bij. Dus nieuwe bloemen en planten en dat soort dingen. Ik ga eventjes de winkel vegen en dweilen. Dan is het gewoon lekker helemaal schoon. En dan ga ik bloemen maken en pakketten inpakken voor een verandering. Wij zijn ondertussen lekker aan het pakken en we zijn al bij ronde 3 bezig, dus het gaat goed. We komen er wel door. Maar Chiquel kwam weer binnen en toen vroegen we altijd wat leuke items bij uitkiezen. En jullie weten dat ik daar heel enthousiast over ben, dus daar sta ik natuurlijk geen neer tegen. En vooral de truien van hun dragen echt heel veel. Jullie zullen het vast ook wel hier in de vlogs voorbij komen, dat ik gewoon heel veel die kleding die ik van hun krijg draag. Ik heb toevallig nu ook iets aan van hen, hier onder een vestje. Want het is gewoon echt goede kwaliteit en lekker warm en daar ben ik hier wel nodig. Maar ik ga ze eventjes weer laten zien en met de kortingscode KALEIN20 krijg je weer 20% korting op de collectie. En ik zet de linkjes eventjes weer hieronder in de beschrijving, mocht je dat leuk vinden. Oh, en dit is ook leuk. Ik was hier wel weer blij van. Het zijn echt allemaal de items die ik leuk vind. Ik geef altijd aan hun linkjes door wat ik wat dan mijn favorieten zijn. En dan geef ik er wat extra door. En dan sturen hun het op. En ik heb echt de leukste items die ik graag wil hebben. Ik word namelijk steeds vaker ook benaderd door bedrijven. Of ik wil samenwerken. En ik doe het alleen als ik het ook echt leuk vind en het bij mij past. En dit vind ik echt fantastisch. Super leuke trui. Echt heel leuk. Ik had verwacht dat hij grijs zou zijn, maar hij is wit. Dus hier wel een beetje gevaarlijk. Dus ik denk dat ik deze voor thuis een beetje voor goed hou. Dat is misschien ook wel goed hoor. Want ik draag hier alles natuurlijk in de winkel. En het heeft wel wat te verduren. Maar de kwaliteit is wel goed. Dus je kan het echt heel goed wassen. En een basic. Oh, hij is korter. Maar vind ik ook leuk. Want ik heb wel hoge rokjes en hoge broeken. Heel leuk, heb ik in S en die andere heb ik in XS, want de truien vind ik altijd groot vallen. Ik zit normaal eigenlijk altijd een beetje in S en de truien neem ik van Chica altijd in XS. En deze vind ik echt heel leuk. Als je me kent, hij is wel statisch, dan weet je dat ik gek ben op diamantjes en hier zitten gewoon diamantjes op. Heel leuk en heel leuk werkje. Het lijkt wel een beetje op de blauwe en dat is echt mijn favoriete trui. Omdat die kleur staat me veel leuker dan ik dacht. Ik wist niet dat die kleur mij zo leuk zou staan. Dus nou heb ik me elke keer aan. En deze vond ik ook echt heel leuk. En deze is ook lekker dik. Zie ik nu al door de stof in. Maar die kleurtjes vind ik ook echt fantastisch leuk. Echt heel erg blij mee. Mocht je het dus leuk vinden met KALEIN20 krijg je dus 20% korting op hun collectie. Dus wij gaan al gauw weer door met pakken. En dus eventjes iets leuks tussendoor wat een beetje breekt. Maar het gaat echt heel goed. Vooral de sterren gaat heel hard, worden heel hard ingepakt. Dus het postpunt wordt al weer blij van ons, denk ik. En vanavond ga ik beginnen met bloemstukken maken. En daar neem ik jullie ook weer mee. Het is alweer veel te laat en te donker. De camera heeft zelfs moeite met ze scherp stellen. Maar ik heb de stukjes klaar en jullie zien we morgen. Morgen, we gaan weer buiten zetten. Ik heb er zin in. De wallen zijn wel licht aanwezig. Maar goed, we gaan gewoon door. Ik ben ook een beetje verkouden, maar geen corona getest en al. Dus we kunnen gewoon in de winkel aan het werk. ik ga beginnen met boeketten maken, buiten zitten. Dus ik neem jullie mee.
Het is avond en ik vind het koud. Heel erg koud. Maar het ligt meer aan mij dat ik een beetje moe ben. Maar goed, ik ga eventjes kerststukjes maken. Dus laat ik jullie gewoon even lekker zien. Het kan trouwens zijn dat mijn camera niet altijd helemaal scherp stelt. Maar dat komt omdat het heel donker is. Ik probeer hem elke keer zo scherp mogelijk te stellen. Maar mocht dat het geval zijn, sorry daarvoor. Ik moet denk ik even qua instelling iets anders neerzetten dan. Maar goed, ik ga dus kerststukjes maken. Bij dit soort opdrachten is het gewoon verstand op nul en gaan. Maar ik moet zeggen, ik hou er wel van. Ik zet gewoon lekker de muziek aan, de kerstmuziek. En ga lekker in mijn eentje. Iemand die aan mijn hoofd zeurt. En de eerste 6 zijn er al klaar, dus nog 200 te gaan. Goedemorgen, zonder zorgen. We gaan weer lekker aan het werk, aan de slag. Zo, het was een zeer hectische dag, maar ik heb net een heel mooi rouwwerk gemaakt. Dat wil ik jullie even laten zien. Het is avond en ik ben weer aan het pakken, bestellingen aan het pakken. Het gaat maar door. Maar wel heel erg leuk, want er zijn echt heel veel leuke bestellingen geplaatst naar aanleiding van mijn video over hoe ik mijn eigen huis heb gedecoreerd. Dus echt super leuk dat jullie dat zo hebben besteld. Want volgens mij is het bijna allemaal gewoon verkocht. En ook echt hele leuke aparte dingen. Dus dat was ik echt, vond ik heel leuk. Want ik vond het zelf ook heel leuk in mijn huis. En ik heb het gewoon ingericht zoals ik het zelf mooi vond. Dus niet iets wat per se goed is, maar gewoon wat ik zelf persoonlijk leuk vind. En dat vonden jullie ook leuk. Dus, en ik wil jullie ook even bedanken voor alle leuke positieve reacties en leuke reacties die ik krijg op de video's. En ook op alle pakketten en dat soort dingen. Want ja, daar ben ik gewoon echt heel dankbaar voor. Dus super tof. Goed. Het is deze vlog wel volgens mij wel veel kletsen. Maar ik zal jullie nog wel meer proberen te laten zien. Maar nu ga ik gewoon weer verder met inpakken. Goedemorgen, wij gaan weer lekker aan de slag. Alles staat dus klaar, dan ga ik nog even inpakken. Het is nog lekker vroeg en donker buiten, maar ik heb er wel weer zin in. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe dag. Dus we gaan weer aan de slag. Het is ondertussen avond en ik ben even bloemwerk aan het maken voor de winkel, want dat ging vandaag echt razendsnel. De winkel was al leeg, net met de boeketten, maar ik heb vanmorgen alvast weer boeketten bijgemengd, zoals je kan zien. Zodat we morgen in ieder geval weer lekker vol en fris beginnen. Dan gaan we morgen ook weer verder met die kerstbakjes, die grote bestelling. En dan gaan we nog weer aan de slag. Zo, ik heb ook nog even de bloemen schoongemaakt. Waar we nog niet helemaal aan toegekomen, waren we nog niet helemaal mee klaar. En als jullie deze vlog kijken, verwachten jullie waarschijnlijk een DIY. Maar de volgende DIY wordt echt heel erg leuk. Dus die wil ik even aan jullie laten zien, want ik was er echt zo enthousiast over. Ik heb alles wat er was gekocht. Dus als die online komt, moet je er ook echt snel bij zijn, want het is wel echt op is op. Oh ja, en als je denkt, waarom heb je nou een ander outfit aan? Ik wou het nog even aan jullie laten zien. En ik had die beeld nog niet geschoten. Dus ik dacht, ik laat het even zien. Maar dit is trouwens ook echt een superleuk truitje. Maar ik heb ze zitten mooi in een verpakking nog. Maar zoals je ziet, kan je het al een beetje zien. Het is een hertje. Echt heel leuk voor kerst. Ik ga hem even uitpakken. Ik zag dit en ik had er gelijk een leuk idee mee. Dat heb ik wel vaker met leuke ondergronden. Ik dacht, dit is nog eventjes leuk om als een van de laatste DIY pakketten voor kerst te doen. Want nu ik dit film, is het nog 2 weekjes tot kerst. Dus het is natuurlijk zo al best wel heel snel. En ik denk dat er nu nog 2 DIY pakketten online komen. En kijk dan, dit is toch fantastisch, jongen. Echt heel leuk. En dan gaan we het lijfje gaan we mooi op bloem schikken. Of een mooi kerststukje opmaken. En dus echt heel leuk. Ook weer het industriële, maar dan net weer wat aparte. Dus ik ben helemaal blij en gelukkig met die ondergrond. Ik ben altijd helemaal blij van als ik weer nieuwe ondergronden binnenkrijg. Die ik echt weer heel leuk vind. En waar ik dan gelijk een idee mee heb. Dus dat wordt de volgende DIY video. Dus vind je dat leuk? Hou dan vooral dit kanaal in de gaten.
En dan hoop ik dat jullie wel een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je te hoog voor alle leuke video's die nog online gaan komen. Tot aan de kerst. Maar ook na de kerst gaan we natuurlijk gewoon gezellig door. En ik heb er heel veel zin in. Ik wil jullie bedanken voor alle leuke reacties. Volgens mij heb ik dat al een paar keer in deze vlog gezegd. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk hoe enthousiast jullie zijn. En abonneer eventjes. En ik zou het super leuk vinden als je mijn filmpjes ook deelt op Facebook of Instagram. Je kan mij ook volgen. En als je iets hebt gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je dat ook delen op Facebook of Instagram. Mij taggen. En dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. En binnenkort komt er wel een leuke winnaar. Dus dat is natuurlijk super leuk. En misschien nog wel weer een leuke winactie. En bedankt. En ik wens je een hele fijne dag toe.